Ik ben Altan Erdal, ik ben 27 jaar en ik kom uit Rotterdam en ik zit in de winkelserviant. In de winkelserviant loop je een uniform in de winkels, zodat geen goederen worden meegenomen uit de winkel zonder dat het betaald wordt. Hiervoor heb ik ruim 3 jaar bij justitie gewerkt in de gevangenis als gevangenisbewaarder. De overstap heb ik gedaan omdat ik liever op verschillende plekken werk dan op één vaste plek. Zoals nu in de winkelsurveillance kom je in diverse winkels in plaats van één winkel. En dat trekt mij meer. Ik heb Beveiliger 2 gevolgd. Die heb ik ook intern bij Trigion gevolgd. Opleiding van 2 weken en dan 3 maanden stage. En dan mocht ik uiteindelijk examen doen. De opleiding was zeer leuk. Vooral bij Trigion werd het heel, ja, ik vond het heel makkelijk eigenlijk. Ik heb er helemaal geen moeite mee gehad. Je leert hoe je om moet gaan bij een aanhouding of wat je rechten zijn en wat je plichten zijn als beveiliger zijnde. En hoe je klanten moet helpen, maar ook eerst hulp verlenen. Ik ben momenteel bezig met de opleiding winkelsurveillance. En dat houdt in dat als je die certificaat haalt, dat je bij diverse klanten ook in burger mag lopen. Ja, in burger lopen, ja, dat trekt mij voornamelijk aan omdat je dan niet echt in ziet. Ik ben meer repressief bezig, niet preventief. Ja, en dat trekt mij aan.